En Rijka loopt los. Is dat even mooi, Rijka? Ga je mee? Rijka! Ik ben geen groot eter, maar wel een lekker eter. Ik ga zometeen dus het varkensvlees bakken. En dat zijn varkensfilet lapjes à la minute. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, oprecht goedemiddag, want het is al 15:42 en we leven vandaag op 5 januari en het is woensdag. Rebecca, die zou gekomen zijn, maar die liet weer afweten. Nou, kwam mij ook goed uit, want ik had knallende en nog eens een keer knallende hoofdpijn. Ja. Dat, kwam vannacht boven. Toen lag Gandalf boven in de wasdroger te slapen op mijn schone wasgoed. Balen, want dan kan ik het weer wassen. Dus dat zit nou, mag ik weer naar boven, want ik vergeet het aan te doen. Ik moet de droger aandoen en de wasmachine aandoen. Nou, dat zal ik dan zo als eerste gelijk gaan doen. Dan draait dat ook weer. Ik heb het wel omgewisseld, maar ik moest me nog optutten in alles. En dan wil ik geen herrie om mijn hoofd heen hebben. Dus dan moet ik dat nog doen. Maar ja, dat komt zo. De plan was eigenlijk dat ik eventjes met Rijka naar de dijk ging. Maar ik weet niet of dat nog doorgaat, want ik ben bezig te bellen. Want er was wat misgegaan met mijn medicatie. Ik heb afgelopen vrijdag medicatie besteld. Drie dingen. Eentje is sowieso al niet aangekomen, dus dan moet ik weer voor naar huis bellen. Hij had geprobeerd, maar de assistent is bezig, moet later terugbellen. Nou, lekker, dat gaat zo door. Ik moet Linda hebben van mijn COPD. Ik moet, ik heb de apotheek dus al gebeld. Daar was ook het een en ander misgegaan. Dat morgen komt het nou eindelijk, wordt het gebracht. Nou, dat zijn dan twee dingen. Pijnstillers en maagtabletten. Maar voor mijn cholesterol, dan moet ik eerst weer achteraan hannissen bij de huisarts. Want dat hebben ze niet gedaan. Kijk, zo boos worden. Doe je wat ik goed weet, je. Ik zeg duidelijk drie dingen. He, en ook bij naam had ik het gezegd. En nog wordt het niet gedaan. Oh, ik denk al. Nou, daar hebben we meneertje Gandalf. En die is op de bank aan het spelen. En eentje zit er achter de bank, dat is Eowyn. Die komt met de kop hier er net bovenuit. Ja, dat is hartstikke leuk. En ik heb gewoon mijn dag niet hoor, daardoor, ja. Gisteren al vervelend, van verdorie, waar blijven ze nou? Je durft eigenlijk niet weg, weet je. En vandaag zijn ze ook nog steeds niet geweest. Dus ik denk, nou, ik bel. Dag, zo de Hannes. Nou, was het fout gegaan? Ja, hallo. Ik ben niet de enige patiënt. Er zijn er zoveel meer. Je behoort je werk dan goed te doen. Lukt het je niet, dan moet je het eventjes door een collega over laten nemen. Van help even, want ik raak door de war of zo. Ja. Oh, geweldig. Kleine bijen. Lekker ding. Bovenop bed ook iedere keer met mij aan het spelen en aan het doen. Maar ja, ik was ook aan het uitdagen even. Ze moet toch ook kunnen spelen, vind ik. Ja toch? Ze is zo lief. Maar oké, lieve vrienden, ik ga een bakje koffie doen en dan ga ik... ik wil toch even de frisse neus halen hoor. Eventjes kijken op de dijk met de booster en dan neem ik Rijka mee. Laat ik haar los, neem ik jullie ook mee. En dan kunnen jullie zien hoe ze dat doet. Ja. Yeah.
Lekker, lekker even vrij. Vrijheid, blijheid, ja toch? Nou, lieve vrienden, geniet. En dat doe ik ook, ondanks dat ik nog lang niet in orde ben. Maar ja, komt goed. Ja, komt door die hoofdpijn hoor. Maar ja, ik heb dagelijks hoofdpijn. En daar heb ik jullie al een keer eerder mede gedeeld. Dat is gekomen toen ik kreeg te horen dat mijn moedertje was overleden. Geheel onverwacht ook. En ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. En ja, je gaat dan huilen, krijtje brullen en doen. En daardoor kreeg ik hoofdpijn. En die hoofdpijn is nooit meer overgegaan. En dat heet dus nu chronische hoofdpijn, omdat je het dagelijks houdt. De ene keer kan ik ermee dealen en de andere keer kan ik er niet mee dealen. En nou ja, dat was vandaag het geval. Ja, beroerd ervan, maar ja, komt wel goed hoor. Ja, gewoon doorgaan met die banaan. Lekker lang op bed leggen en daarna eruit en dan fris in mond en proberen op te staan. En je gang gaan. Ja, nou dat gaan wij ook doen. Ik zou zeggen, tot strakjes. Ik neem jullie gewoon met deze camera mee. Ja, oké. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn jas al aan. Het is de tuig nog om bij mijzelf en bij Rijka om. Die zit te wachten en dan gaan jullie in deze tas. En die probeer ik even vast te binden aan mijn rechterarmleuning. En hopen dat het daar dan kan blijven hangen. Maar of het me lukken gaat vandaag, weet ik niet. En anders dan hang ik hem even over mijn spiegel heen. Maar jullie gaan in ieder geval daarin mee. En dan komt het allemaal wel goed. Ik zou zeggen, tot straks op de dijk. Doei! Nou, zoals jullie zien zijn we al op de dijk beland. En Rijka loopt los. Is dat even mooi, Rijka? Ga je mee? Rijka! Rijka! Is dat even mooi? Even maar los. Wauw. En dat voor het eerst hier in eigen stad. Los. Ja, ja. Heerlijk vindt ze dat. Maar ze zal toch mij volgen. Kijk, komt ze alweer. Oh. Hey, hallo meisje. Ga je mee? Waar ben je? Oh, daar. Ja, je moet er ook niet voor de wielen krijgen. Hé, hey, meis. Heerlijk. We gaan naartoe. Kom, Rijka. Rijka, kom. Nee, ze gaat de andere kant op. Rijka! Hé! Hey. Ga je mee? O jee. Ja, daar kan ik niet naartoe hoor. Dat doe ik niet. Het blijkt wel hoog water, jongens. Hoppata! Haha, zo'n windhond. Ah, geweldig. Rijka! Nou, ik rij 14 kilometer, jongens. Dan, oh, er komt nog een hond aan. O jee. Kom! Kom! Kom maar gaan. Lekker ding. Kom maar, schat. Kom maar. Rijka. Dat is ook een hondje, hè? Ja. Rijka. Rijka, Rijka, Rijka. Goed. Hup, zit ze weer onderop. Hé, ja. Hé, ach, gezie. Hé. Dat is ook een kanjer, hè? Ja. Nee, we gaan verder. We gaan verder, schat. Zo, doe maar weer. Hou je niet?
was, ja, helemaal bovenop. En daar gaat de Texelse boot. En het is koud, zal ik jullie vertellen. Kom maar, doe maar. Doe dan. Kom maar, Rijka. Goed zo. Zo dan. Malleneetje. Even kijken. Richting het water. Hoe hoog dat is. Ja, het is bezig met hoog te worden, lijkt het wel. Hé? Ja nou. Is het zo lekker, meisje? Kom dan. Heerlijk, hè, dat ze dat zo kent. En toch bij mij in de buurt blijft ook. Vind ik schitterend. Groot meisje! Groot meisje! Oh. Heerlijk, oh heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou, er komt ook een auto aan. Ah, die heeft dan toestemming. Want je mag hier niet rijden met een auto. Daar moet je toestemming voor hebben. Ben je? Ik zie je dan niet eens niet door de camera. Ik ga wel mee, maar ja, nou zie ik het pas. Kijk, daar komt een auto. Nou, dan moet je hier komen, want er komt een auto. Dat vind ik een beetje eng. Ja, dat vind ik een beetje eng. Hé? Ja, dat vinden wij eng. Auto's moet ik ook niks van hebben. Nee. Hé, maar ik ga weer afsluiten. Ja, je blijft hier. Zo, even zoeken. Kwem. Ik ga weer even afsluiten. En dan rijd ik weer even een stuk met haar aan de lijn. En dan op de hoek stop ik wel weer even. Ik zou zeggen, tot straks. Hier. Ja, lieve vrienden, we zijn alweer thuis. Ik zou de hoek nog een keer gefilmd hebben, maar ik heb het maar niet gedaan, want ik was nog niet hier aan de hoek. En ik reed 19 km per uur, want harder gaat de booster niet, maar hard genoeg. En ik had Rijka dus vast aangelijnd, dat weten jullie. Dat had ik gezegd, ik lijn er even na. Ik ben nog even bij een pier geweest, wel naar beneden toe. Dat is om bootjes in het water te laten, roeibootjes of wat dan ook. En daar ben ik even heen geweest nog. Daar heb ik ook nog even losgelaten. Maar het was zo roetje koud. Ik kon onmogelijk mijn camera pakken. Want ik had mijn handschoenen aan. Nou, die wou ik niet uitdoen. Het is echt zo koud. En later toen kwam, nam ik weer op de booster. Ik zei, we gaan nou weer eventjes hard rijden, dus kom erop. Dus, plein er weer aan en alles. En ik rij weer 90 kilometer, ben ik bijna bij die rotbocht die zo eng naar beneden gaat. Wat ik dan altijd dan weer langzaam neem, waar ik ook mijn man en mijn schoonmoeder heb uitgestrooid op die hoek, op die pier, bij dat restaurant. Vliegt zij me er niet af met 90 kilometer per uur? Ik dacht dat ik het in Jeruzalem hoorde omweren of zo, want mijn hart die sloeg me ergens, weet ik veel waar. Ik ben me rot geschrokken. Sliep ook heel even mank. Ik heb er weer terug gereisd. Gehengeld als het ware. Want ze lag helemaal op de rug natuurlijk. Ik ben me rot geschrokken. Dat ik heb haar weer op de booster gezet en ik heb haar even opgetild. En ja, even met haar gesproken, want ja, zij was natuurlijk ook gelijk, wat heb ik gedaan? Maar ik heb even het pootje gemasseerd, want ze had er een pootje door, even zien. Ja, de rechter pootje hield zij omhoog. En, maar later liep ze ook weer normaal, want ik heb later dat ik die bocht door was, heb ik er even langs de rand van hekken. Daar was nog een stukje grashekken weer los laten lopen en ik ben hier weer even langs de gracht geweest voordat ik naar huis ging. Heb ik er ook weer even, tenminste niet los, wel aangelijnd, maar er even van de booster af.
Maar ze liep weer normaal dus, ja. En nou is ze moe, want daar legt de dame in het hoekje. Ze is echt moe. Nou ja, laat ik hem met rust. Ze krijgt zometeen nog even een snoepje. Want ze heeft het toch verder goed gedaan op de dijk, of niet dan? Vind ik van wel, ja. Ik ben er helemaal blij mee. Ik ben trots op haar, ja. Ze heeft het goed gedaan. Maar op een gegeven moment kwam er toch ook die auto aan. Nou, later kwamen er nog meer aan. Ik denk, ja, wat is dit? Nou ja, dan vond ik het ook eng om haar los te laten lopen met al die auto's. En het was niet een rouwstoet of een trouwstoet. Nee. Wat het wel was, weet ik nog niet. Ik heb er verder ook niet op gelet. Ik denk, bekijk het maar. Het was enkel geen rouwstoet en geen trouwstoet. Dus, maar het is echt koud. Ik ga een bakje koffie maken. Kan ik warm worden? Ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, ik zit met mijn schort aan, zoals jullie zien. Ik ben geen groot eter, maar wel een lekker eter. Ik ga zometeen dus het varkensvlees bakken. En dat zijn varkensfiletlapjes à la minute. Dus dat is zo klaar. En dan heb ik er vanavond een. Heb ik er morgenavond een. Morgen is het alweer donderdag. Jij? Ja. Dan heb ik vrijdag, komt Astrid Hekker nog twee. Nou, toppie toch, komt toch mooi uit? Mooi. Die ga ik zo bakken. Ik wil nog even wat pakken. Jij moet even op de grond kleden mee. Even, dat moet ik niet hebben, want dat is voor Rijka. Dat moet ik ook niet hebben, is ook van Rijka. Ik moet deze hebben. Nee, er zijn nog twee uitjes. Die pak ik. Ja, verder geen uitjes meer, dus dat kan. Die de volgende keer. Daar kom ik zo even op terug. Eerst dit weer even opruimen. Zo. Wees een beetje aan het rijden. Hey, kleine meid. Oh, mama. Het gaat weer goed met jou, hè? Ja, wie gaat er nou ook vliegles nemen van de borst eraf, hè? Moet je niet doen? Nee. Niet goed, hoor. Nee. Ga maar bij Kandalf zitten. Kandalf? Kandalf? Ja. Even opschuiven. Kan je zusje erbij. En niet op het aanrecht. Zo. Nee, dan niet. Jij is zin. Mooi, ik ben er weer. Twee uien nodig. Een halve rookworst heb je nodig. Merk, maakt niet uit. Je zoekt dat zelf maar uit. En hier zeg ik dus een siepel tegen. Dus onthoud dat een siepel is een ui. En ik zeg een siepel is een Fries. Ik ben maar alleen een potje tuinbonen. En een paprika. Dit keer een groene. Hij moet toch op. Volgende keer is het een rode of een gele. Of een oranje. Maakt niet uit. Het is maar lekker. Ik ga zo meteen eerst de ui doen, want dat gaat eerst in de koekenpan. Daarna de rookworst en dan die. Nou ja, jullie weten hoe je het schoon moet maken, dus dat hoef ik nou niet te vloggen. De een doet het zo, de ander doet het zo, ieder doet het op zijn manier. Als het klaar is, laat ik het jullie weer zien. Ik begin eerst met deze te bakken. Ja. Dat gaat lekker in de vuurpan en ik moet er eentje in de gaten houden. Rijka. Ja, ze zou even aan een plantje gaan eten en dan is het opzijde, maar ik wil niet hebben dat ze daar komt. Niet aankomen. Ja, en dat vat ik ook niet. Karin en Roderick, die hebben ook een plant net zoals deze. Dat zien jullie zo niet. Oeh, dat gaat ook zo niet. Nee, want er staat wel tegenaan te leunen. Monumento. Even monumento. Even monumento. Ja, dan moet die even vasthouden. Zetten we die daar neer. Nee. Die leggen we wel even neer. Deze plant. Die doet het al bij hun. Nou, hier dus nog niet. Nee, komt nog geen steeltje uit. Hij is wel mooi groen.
En nog geen steeltje eruit hoor. Nee, echt niet. Dus dat kan eraf. Dat kan eraf. Zo. Nou. Zaterdag moet je weer water hebben. Zaterdag geef ik de planten altijd water. Dus, hè? Tante Pollewoppie. Dat moet ik weer opschuiven. Dan kan die plantengieter erbij. Zo, hè? Maar oké, lieve vrienden, ik ga dus kokerellen. En als het klaar is, dan laat ik het jullie weer eventjes zien. Tot dan! Nou, ik ben weer even retour om het jullie het tussendoor even te laten zien. Ik heb de ui gebakken. Ik heb de paprika er al bij in en de rookworst. Alleen nog de tuinbonen moeten er nog bij in. En ik bak zelf hiermee. Vroeger niet hoor, maar nu wel. Je moet ook aan je eigen lichaam denken, hè. Maar kijk, zo ziet het er al uit. En het ruikt me toch lekker. De rookworst kan je ook vervangen voor spekjes. Als het maar gewoon kleine stukjes vlees zijn. Ja, wat je zelf lust, dat kan je er gewoon doorheen doen. Heerlijk. Nou ja, en ik neem maar gewoon het goedkoopste wat er is. Ja. En het smaakt voortreffelijk. Ja, ik heb al een wijntje staan. Ik heb al een beker met, ja, karnemelk of weet ik veel wat het is. En ik heb hier nog koffietuin, ik kan ook nog naartoe brengen. En mijn ziekenhuisserie begint dus. Ja, dan gaan we opschieten. En ik kan omroeren, dan kan de tuinbonen er ook bij. De andere vlees is al gebakken, dat zit ook al in de vuurpan. Dat ik zo even kijken, dus hoe dat staat te pruppelen. Dat staat op 5, dat mag wel wat lager. Even zo, zet ik hem naar 4 toe. Maar oké, lieve vrienden, dan weten jullie dat ook weer. En ik zou zeggen, bon appetit, als jullie het klaarmaken. Met een wijntje erbij, koffie erbij, wat je maar lust. Heerlijk. Je kan er rijst bij eten, je kan er aardappel bij eten, je kan er puree bij eten. Je kan het zo eten. Je kinderen bami bij eten, spaghetti, noem maar op. Ja, heerlijk. Ik eet het zo. Doei. Wij gaan slapen, jonge dame. Ja. Wij gaan naar bedje toe. Wij gaan naar bedje toe. Wij gaan naar bedje toe. Ga je mee? Ga je mee? Ga je mee? Ewen, die is er ook weer. Die moet daar ook weg. Ewen, hup. Naar boven. Naar boven. Naar boven, naar boven, naar boven. Jij ook? Naar boven. Naar boven. Naar boven. En die wil dat ze niet, hè? Deze dame. Die moet ik dan weer optillen. Ja. Ja, die moet ik weer optillen. Tot aan de deur. En dan gaat ze pas naar boven. Hé? Hé. Toe. Hup, 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 hup. Naar boven, naar boven, naar boven. Naar boven. Hé, hey, dikke boef. Ga je mee? Kom dan. Kom mee. Als Ewen weer. Ewen. Move. Doe maar. Hup, naar boven. Naar boven. Kom. Ga je mee? Ga je mee? Doe maar. Even daarop. Kom maar. Kom maar. Ja. Kom daar. Ben je ook een kleine dikke boef, hè? Een deugnietje, hè? Ja, daar, kijk. Daar, kijk. Ga maar naar boven. Het is al laat. Ga je wel slapen gaan? Hé. Hey. Jij ook naar boven? Jij ook naar boven? Nou? Nou? Naar boven? Ja, maar hou. Oh, deugnietjes. Nou, lieve vrienden, jullie zien hoe het hier toe gaat.
De een wil niet naar boven en de ander die komt weer naar beneden. Dus ik doe de deur dicht. En ik sluit jullie even af. Ja, en dan ga ik naar boven toe. Met die dame. Hé, Rijka. Rijka. Ja, nou. Oké, ik zou zeggen tot morgen.